Eindelijk, zullen veel lokeraars gedacht hebben. En jawel, vorig weekend ging het nieuwe zwembad open. Ik ben bijzonder blij en bijzonder fier als burgemeester van onze stad dat wij voortaan een nieuw schitterend familiezwembad hebben. Wij hadden een zwembad, maar dat was meer dan 50 jaar oud. Hè. De tand des tijds had daar toegeslagen, laat het ons zo zeggen. Dus, en we hebben dan de beslissing genomen ongeveer een vijftal jaar geleden, dat er een nieuw zwembad moest komen. En we hebben dan ook gedacht, ja, als we dat dan doen, dan moeten we dat goed doen. Maar het resultaat is bijzonder geslaagd. En, we zijn fier als stadsbestuur, maar ook vele lokeraars hebben ons toch ook al laten weten dat zij bijzonder tevreden zijn. En zo'n mooi nieuw zwembad, dat heeft ook een mooi prijskaartje. Een fors budget voor een stad als Lokeren, die de kost gelukkig niet alleen hoeft te dragen. Wij krijgen van Vlaanderen 1 miljoen euro subsidie. Hè. Dat is zeer welkom en wij zijn daar bijzonder dankbaar voor. Maar de andere centen heeft de stadskas natuurlijk opgehoest. Hè. Dus we spreken toch over een totaalbedrag van ongeveer 20 miljoen euro. De grootste investering die ooit op Lokers grondgebied vanwege het stadsbestuur is gebeurd. En ik ben toch blij en fier dat de investering bijzonder geslaagd is, mag ik zeggen. Tijdens het feestelijk openingsweekend konden de lokeraars genieten van heel wat activiteiten. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend. We hebben een samenwerking met de duikclub die hier duikinitiaties komen doen. De zwemclubs, de triathlonclub is hier ook aanwezig. Het is een heel gevarieerd openingsweekend voor jong en oud. We hebben eigenlijk een zeer ruim aanbod in ons zwembad. We blijven bij ons 25 meter bad zoals het de afgelopen 50 jaar al geweest was. Maar wij breiden uit met een recreatiezone. In die recreatiezone heb je een waterkreek, heb je een instructiebad. Heb je daarnaast ook een peuterbad en ook een glijbaan van 50 meter voor onze tieners natuurlijk. Ik wou het wel eens beleven samen met mijn dochter. Wij zijn vooral fan van de wildwaterbaan, de rotonde en de gewone glijbanen achter ons. Het is heel vernieuwend, zowel voor jong als oud. Dus echt een belevenis hier nu terug in Lokeren terug te kunnen gaan zwemmen. Met de opening van het nieuwe zwembad gelden er ook aangepaste tarieven. Aan de balie kan je dus dagtickets kopen, maar ook abonnementen. Die abonnementen zijn dan ook nog eens een keuze tussen ofwel enkel het sportbad ofwel het volledige bad. Dus eigenlijk is er voor iedereen wat wils. Plan je een bezoek? Neem dan zeker vooraf een kijkje op lokeren.be/zwembad, want daar vind je alle praktische informatie.